Goedemiddag en welkom bij het weerbericht van Weerplaza.nl. Vanmiddag trekken er nog veel wolkenvelden over het land, maar vanuit het zuidwesten breekt langzaamaan de zon wat vaker door. Vanavond komen de bredere opklaringen, het blijft overal droog. Zo vanwege de avond is het een graad of 18. Komende nacht koelt het verder af naar zo'n 16 graden in de kustgebieden en 12 graden verder land in waarts. In eerste instantie zijn er flinke opklaringen, zodat de persen ieder ook goed te zien zijn, maar later komt er vanuit het noordwesten weer bewolking het land binnendrijven. Morgen hebben we dan ook tamelijk veel bewolking en in de noordelijke helft van het land zou ook een enkel buitje kunnen vallen. In het zuiden schijnt iets vaker de zon. Het wordt 20 tot 24 graden en er waait een matige, aan vrij krachtige westelijke wind. Op zondag bij een matige noordwestenwind wordt het 20 tot 23 graden. Opnieuw vrij veel bewolking, maar wel iets vaker zon dan op de zaterdag. Maandag en dinsdag is het droog en schijnt de zon geregeld. Bij een oostelijke wind worden het dan 22 tot plaatselijk 25 graden. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl